Ja, we hebben elkaar leren kennen in deze COVID-crisis. Toen heb ik je gebeld en hebben we gesproken eigenlijk over hoe ga je nou om met de grote farmaceuten die er zijn. Dat de medicijnen die nodig zijn, dat die beschikbaar komen. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Net zoals de Medicine Patent Pool waar je het net over had. Dus iedereen die denkt, wat was dat? Dat gaan we straks echt nog wel bespreken. Maar jij bent eigenlijk een patentrecht-expert. Als ik het zo zou mogen zeggen. Wat zijn patenten? Nou, wat zijn patenten en octrooien? Ja, patenten en octrooien, daar kunnen we al simpel over zijn, want dat is precies hetzelfde. Patent is eigenlijk een Engels woord. Het Nederlandse term is octrooi. En wat een octrooi eigenlijk is je geeft iemand die iets heeft uitgevonden het recht om zelf te bepalen wie met die uitvinding iets mag doen. Dus in de praktijk, in de geneesmiddelenpraktijk, betekent dat vaak dat zo'n octrooi dan een monopolie vestigt. Dus dat bijvoorbeeld een farmaceutisch bedrijf, wat zo'n octrooi heeft, gedurende de looptijd van een octrooi het alleen recht behoudt om een geneesmiddel op de markt te brengen. En als je natuurlijk een monopolie hebt, dan kun je vervolgens ook de prijs vragen die je wil. Dus dat is eigenlijk de onderbouwing van het geneesmiddelenprijzenbeleid in de meeste landen. Het octrooibeleid is mondiaal enigszins geharmoniseerd in 1995 met de aanname van de regels voor de Wereldhandelsorganisatie. Alle landen hebben verplicht om een octrooiwetgeving aan te nemen waarbij minimum 20 jaar durende octrooien moeten worden gegeven voor alle technologische innovaties. Hey, en vaak wordt ervan gezegd, hè, zo'n patent, zo'n octrooi, dat is belangrijk, zeker voor farmaceutische bedrijven, want die stoppen heel veel geld in de ontwikkeling van medicijnen. En dat moeten ze, dat is eerlijk, wordt er eigenlijk gezegd dat ze dat uiteindelijk kunnen terugverdienen. Is dat niet een beetje waar? Hoe kijk jij daarnaar? Ik denk zeker dat dat gerechtvaardigd is. Het probleem is alleen dat we niet kunnen nagaan hoeveel tijd ze eigenlijk nodig hebben om de investeringen terug te kunnen verdienen. Die periode van 20 jaar, zo'n 20 jaar octrooi, is vrij arbitrair. Waar dat op gebaseerd is, is helemaal niet duidelijk. Toen het TRIPS-verdrag werd aangenomen. Wat is het TRIPS-verdrag? TRIPS staat voor Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Dat is het Wereldhandelsorganisatieverdrag over intellectuele eigendom, inclusief octrooien. In 1995 hadden landen hele diverse patenttermijnen bijvoorbeeld. 7 jaar, 14 jaar, 17 jaar. Helemaal geen octrooien op geneesmiddelen. Heel veel landen kenden dat helemaal niet. Dat is nieuw voor mij. Dus dat is eigenlijk pas vanaf 1995, zeg je, dat er octrooien op medicijnen zijn gekomen. Daarvoor was dat helemaal niet gebruikelijk. Dat was niet gebruikelijk. Er waren een aantal rijke landen die belangrijke farmaceutische industrie hadden. Die hadden al wel octrooien. Maar bijvoorbeeld een land als Zwitserland had aanvankelijk geen geneesmiddelen octrooien, of hele korte geneesmiddelen octrooien, omdat ze dat niet in het belang zagen voor de ontwikkeling van de chemische industrie voor Zwitserland zelf. Dus het was in het belang van de landen, en dat was in de tijd met name de Verenigde Staten, om die octrooiwetgeving wat meer te harmoniseren, zodat die bescherming werd uitgebreid mondiaal. Want die bedrijven kunnen dus vanaf dat moment niet alleen in de Verenigde Staten een octrooi van 20 jaar krijgen, maar vanaf dat moment overal, met een uitzondering van een kleine groep allerarmste landen. Dat is interessant als je dat zegt, want wat we vaak horen in het debat, als ik het debat heb met Hugo de Jonge bijvoorbeeld, dan wordt er gezegd, ja, maar we hebben toch ook die farmaceutische industrie nodig, en zonder octrooien dan gaan zij niet verder meer ontwikkelen. En eigenlijk wordt er altijd gedaan alsof dit altijd zo is geweest. Maar je schetst dat dit maar van hele korte duur is. Enige decennia. 25 jaar zo'n beetje. Ja, het is zo dat octrooien voor de farmaceutische industrie heel erg belangrijk zijn. Want het maakt het mogelijk om die hoge geneesmiddelenprijzen te vragen. Dat wil niet zeggen dat er geen andere mogelijkheden zijn om onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen te stimuleren. Ik denk dat dat ook heel interessant is wat we nu met de COVID
COVID-19-crisis zien. Geen enkele regering zegt, nou, we hebben prachtig octrooisysteem. We gaan gewoon zitten wachten totdat de farmaceutische industrie met nieuwe geneesmiddelen en nieuwe vaccins komt. Nee, wat de publieke sector ogenblikkelijk heeft gedaan, is grote bedragen bij elkaar gebracht. Hè, onder het voorzitterschap van de Europese Commissie. Om te investeren in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en nieuwe vaccins en andere technologieën die nodig zijn om COVID-19 aan te pakken. Je schetst eigenlijk het beeld bij COVID-19. Daar hebben we dus bij de coronacrisis, er wordt heel veel geld gestopt in het ontwikkelen van een vaccin en overheden doen daaraan mee. Daar heb je dus die markt eigenlijk, daar zijn we niet afhankelijk van die markt, zijn we afhankelijk van wetenschappers en van bedrijven die uiteindelijk omzetten in een werkend medicijn. Maar we zien, als we naar de geneesmiddelenontwikkeling kijken, daar heb je ook veel over geschreven. Eigenlijk zeg je, de belastingbetaler betaalt dubbel. Dus enerzijds wordt er heel veel publiek geld gestopt in de ontwikkeling van medicijnen. Heel veel gaat via academische ziekenhuizen. Nou, die krijgen allemaal financiering via de overheid, allerlei subsidies. Zodra daar iets is ontwikkeld, wordt het vaak opgekocht door een farmaceutisch bedrijf. Die krijgen exclusieve rechten. En vervolgens gaan ze zo'n hoge prijs vragen, omdat ze het monopolie hebben, dat wij vervolgens weer betalen via hogere zorgpremies of via eigen betalingen. Dus de belastingbetaler betaalt daarin dubbel. Is dat een wet van mede en pers? Moet dat altijd zo? Of kan je als overheid ook gewoon eisen stellen aan als je subsidie geeft aan een academisch ziekenhuis om onderzoek te doen? Ja, nou dat zou je zeker kunnen doen. En daar is in de Kamer ook over gesproken. Daar heeft minister Bruins in de tijd heeft ook een aantal stappen gezet. Maar heeft uiteindelijk besloten om dat aan het veld over te laten. Dat was, denk ik, een hele slechte beslissing, want dat veld komt er niet uit. En dat komt omdat er natuurlijk ook allerlei verbanden bestaan tussen de farmaceutische industrie en die academische ziekenhuizen. Die willen misschien ook wel een andere relatie met die farmaceutische industrie, maar wat mist, wat er op dit moment niet is in Nederland, en überhaupt in Europa niet, is regulering die eisen stelt aan de subsidies die naar geneesmiddelenonderzoek gaan. Want in feite, als je dus nu kijkt naar de COVID, naar al het geld dat naar onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins voor COVID gaan, daar worden op dit moment geen eisen aangesteld met betrekking tot de toegang tot die geneesmiddelen en die vaccins. Dus wat je dan vervolgens krijgt is een situatie waarbij je van tevoren de financiering geeft, maar later geen controle hebt over hoeveel gaan die bedrijven voor zo'n vaccin vragen. Hoe wordt zo'n vaccin beschikbaar gesteld? Wie krijgt er toegang tot zo'n vaccin? Wordt die kennis die gegenereerd wordt met die publieke gelden ook publiek beschikbaar gesteld? Kunnen andere mensen daarmee werken? Kunnen andere bedrijven die middelen gaan produceren op andere plekken in de wereld? En dat zijn de soort condities die je nu moet stellen als je het geld uitgeeft. Dus eigenlijk is het de overheid geeft het geld uit zonder enige voorwaarden hoe dat verder te besteden. Het is een open subsidie, zou je kunnen zeggen. Nou, dat weten we dus niet helemaal, want hier, nee, dit is dus het probleem met hoe geld wordt uitgegeven, ja, dat er een enorm gebrek aan transparantie is. We kunnen vaak niet goed uitzoeken hoeveel zit er nou aan overheidsgeld in, hoeveel heeft een bedrijf zelf geïnvesteerd, hoe lang heeft een bedrijf nodig om de investering terug te verdienen. Dat zijn allemaal aspecten van de farmaceutische sector die zich in het geheim afspelen en wat eigenlijk veel transparanter zou moeten, ja, zijn. Daar is vorig jaar bij de Wereldgezondheidsorganisatie, toen alle ministers bij elkaar kwamen bij de World Health Assembly, de Wereldgezondheidsassemblee, uitgebreid over gesproken. Er is een resolutie aangenomen die ervoor pleit om die farmaceutische sector open te breken, om daar veel grotere transparantie te hebben met betrekking tot prijs, met betrekking tot uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, omzet, zodat beleid meer gebaseerd kan worden op de feiten die we op dit moment niet altijd voorhanden hebben. Daarbij wil ik ook nog opmerken, want als we het hebben over hoeveel geld gaat er in van de farmaceutische industrie en hoeveel is nou eigenlijk publiek geld? Uiteindelijk is het natuurlijk allemaal publiek geld. Maar wat we niet hebben is publieke zeggenschap over hoe dat geld wordt uitgegeven. En dat leidt er ook toe dat je
geen zeggenschap heb over wat worden nou de prioriteiten in het onderzoek en ontwikkeling. Want de farmaceutische industrie, en dat kun je ze eigenlijk ook niet kwalijk nemen, want dat zo is het systeem. Die moeten zich verantwoorden ten opzichte van hun aandeelhouders. Die zullen altijd de onderzoek en ontwikkeling gaan zoeken in terreinen waar ze het ook weer het meeste geld mee kunnen verdienen. Hè? Waar grote winsten mee gemaakt kunnen worden. Waardoor je dus ook gezondheidsproblemen die heel ernstig kunnen zijn, waar geen oplossingen voor worden gezocht, omdat die simpel niet winstgevend genoeg zijn. Ja, heel veel onderzoeksgeld op dit moment gaat naar het onderzoek naar nieuwe kankerbehandelingen. Nou, dat is op zich, daar is op zich natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar er is misschien wel een overfinanciering in die sector. En dat is heel moeilijk te sturen, omdat dat de private ondernemingen zijn. Hoe zou je dat willen sturen, zeg maar? Want wat er vaak wordt gezegd is, dat moet de markt doen. Hè? Want we weten als overheid, de overheid is ook niet alwetend. Dus waar moet je nou naar sturen? Hoe zie jij dat voor je? Als ik even hardop denk, hè, zou je een als overheid een wetenschapsorgaan zeg maar, moeten oprichten, waar de beste wetenschappers in zitten en die met elkaar bepalen van dit is eigenlijk waar de grootste kansen zitten en bedreigingen en hier moeten we verder op gaan ontwikkelen. Dus dat je dat wel niet met publieke adviezen werken en dat je vanuit daaruit verder werkt. Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, ik denk dat je wat een goede eerste stap zou zijn, is om te identificeren wat zijn de gezondheidsproblemen die op dit moment door de markt niet worden voorzien. Ja, en daar alternatieve mechanismen voor in leven roepen. Dat geeft dan nog een additioneel voordeel, dat je daarmee een soort feasibility studies kunt gaan doen, om te kijken welke andere modellen kunnen werken. En is dat misschien niet efficiënter? Op internationaal niveau is dat enigszins gebeurd op het gebied van wat de neglected diseases wordt genoemd, of de zeldzame tropische ziekte, waar helemaal geen behandelingen voor waren. En wat voor ziekte moet je dan denken? Nou, bijvoorbeeld Afrikaanse slaapziekte of leishmaniosis, ook tuberculosis. Ja. Het AIDS-vaccin. Ja. Daarvoor zijn non-profit drug development initiatives, geneesmiddelenonderzoeksinstituten voor opgericht, die dat onderzoek doen, direct gefinancierd. De producten die zij ontwikkelen, die gaan tegen kostprijs worden die aangeboden. Dus daar wordt geen of hele kleine winsten op gemaakt. En die blijken heel efficiënt te kunnen functioneren. Nou, ik stel niet voor de volledige farmaceutische sector op die wijze aan te pakken. Want daar waar het werkt, werkt het. Nou, laat het voortgaan met grotere prijstransparantie en prijscontroles. Want die zijn echt af en toe loopt dat uit de hand. Maar stimuleer alternatieve innovatiemodellen daar waar het niet werkt. Leer daarvan en kijk hoe dat wellicht ook andere problemen kan oplossen. Dat zou zeker een weg voorwaarts zijn. Het is heel moeilijk voor één land om dat alleen te doen. Ik weet niet of er in Nederland voldoende geld omgaat om dat als Nederland alleen te doen. Maar in Europees verband zou zoiets zeker vorm kunnen krijgen. Nou, een probleem met Europees verband is, ik ben echt een groot voorstander van Europa. Maar wat farmaceutisch beleid betreft, hebben we een groot probleem met de enorme invloed die de industrie heeft op het beleid wat in Europa wordt gevormd. Minister Schippers heeft in 2016 op een gegeven moment met haar vuist op tafel geslagen daar en gezegd, we moeten eens goed gaan kijken naar die farmaceutische incentives. Dat gaat ontzettend traag. Maar wat is de invloed van die farmaceutische industrie? Dus bedoel, hebben die daar een enorme lobbymacht? Er zijn enorm veel lobbyisten actief. In de tijd dat de regulering, die nog steeds van kracht is, werd geschreven, gezondheid was toen nog niet echt een competentie van de Europese Commissie. Dus die zijn allemaal geschreven vanuit het perspectief van enterprise, het stimuleren van de Europese industrie. De interne markt, zorgen dat er concurrentieverhoudingen zijn, dat de bedrijven kunnen floreren, winsten kunnen maken. Beter dan de Verenigde Staten. Dus dat ging ook
de filosofieën die daarachter zitten, zijn bijna lachwekkend. Zo, hè, als we teruggaan naar octrooi. Nou, de octrooiwet, dat is nog steeds nationaal. Dat wordt niet door de Europese Unie gedaan. Maar de exclusieve rechten, bijvoorbeeld de marktexclusiviteit of data-exclusiviteit, dat gaat wel via de Europese regulering, de Europese geneesmiddelenregulering. En de filosofie van de commissie was, nou ja, de Amerikanen geven 7 jaar, dus dan geven wij 10 jaar, want meer is beter. Misschien 15 jaar is... Om maar zoveel mogelijk bedrijvigheid aan te trekken. Even voor wat overigens niet gelukt is. Dat is dus wat niet gelukt is? Dat wordt dus nu geëvalueerd. Ja. Die evaluaties die gaan ontzettend langzaam. En rapporten die de commissie heeft, of waarvoor de commissie opdracht heeft gegeven, zijn ook nog niet allemaal gepubliceerd. Dus dat maakt het ook best wel lastig om die discussies te volgen. Uh-huh. Maar het is duidelijk dat de industrie daar bovenop zit. Dus dat is ook zaak van nationale overheden, nationale parlementen, denk ik, om daar meer vragen over te stellen.